Nou, op de Kronenberg stand. Trouwe gast he, van Provada. En ja, jullie zijn als belegger ook bezig met een aantal projecten uit jullie portefeuille om die te vernieuwen, te upgraden. Ja. Nou, we zijn met een groot aantal projecten bezig. We staan hier nu bijvoorbeeld voor Gelderlandplein, waar we een aantal aanpassingen gaan doen. We gaan terug in een aantal entrees, we gaan meters toevoegen. We gaan een andere functie toevoegen. We gaan een hotel integreren in een oud kantoorgebouw. Dus we zijn heel druk met Gelderlandplein. En dat doen we met Multi als gedelegeerd ontwikkelaar. Ja. Maar er is meer? Ja, we hebben ook de Barones waar we mee aan de slag gaan. We tekenen vanmiddag de overeenkomst met 3W. Voor de samenwerking, ook daar 3W als gedelegeerd ontwikkelaar daarbij betrokken om de Barones weer naar een volgend niveau te trekken en voor de lange termijn klaar te maken. We zijn op Osdorpplein bezig. Dus Osdorpplein hebben we in grote mate het ontwerp al gereed. We zijn in de laatste afrondende gesprekken met de gemeente over de erfpacht. En we zijn op eigenlijk nog heel veel andere plekken ook bezig. Nu heb je 3 projecten genoemd die eigenlijk totaal verschillend van karakter zijn. Hè? Zowel qua marktgebied als denk ik qua aanbod. Ja, ik denk dat de Barones is typisch A1 winkelcentrum. De Osdorpplein is echt een wijkwinkelcentrum, maar met een grotere functie. Omdat je eigenlijk door de samenvoeging van de verschillende stadsdelen is Nieuw-West gecreëerd. Nieuw-West is toch een heel groot gebied waar heel veel inwoners wonen. En ook de visie vanuit het stadsdeel dat het hoofdcentrum van Nieuw-West moet worden. Nou, dat wordt dan ook groter. Het moet meer karakter krijgen. Nou, daar werken we aan, proberen die grote trekkers daar ook binnen te halen. Ja, Gelderlandplein, dat is een winkelcentrum, dat is eigenlijk heel speciaal op zich. Ja. Het is heel hoogwaardig. Je kan het eigenlijk geen wijkwinkelcentrum noemen. Het heeft een veel bredere doelgroep. Mensen komen daar vanuit heel Amsterdam, denk ik, en ook vanuit omstreken. Je bent vanaf de ring rijden zo naar binnen, eerst 1,5 uur gratis parkeren. Dat zijn toch een aantal unique selling points van het Gelderlandplein. En ook de samenstelling van de huurders, hè, dat moeten we niet vergeten. Het is ongeveer 50-50, 50% landelijke ketens en 50% echt zelfstandige ondernemers en speciaalbedrijven. En dat is een formule en eigenlijk een mix, een samenstelling die we willen behouden of ook voor in de toekomst. Nu is een beetje vreemde eend in de bijt die je niet genoemd hebt, de bank in Amsterdam. En ik heb begrepen, nog niet zo heel lang geleden, dat project nu ook vol verhuurd is. Ja. Wat kan je over dat bijzondere project zeggen? Dat is misschien de reden waarom ik het niet heb genoemd, omdat het verhuurd is. Ja. Maar eigenlijk als we terugkijken op de bank is eigenlijk de aanleiding geweest waarom we ooit op de Provada zijn begonnen. We hebben toen een klein hoekje van een stand genomen met de bank als een grote maquette, als eerste trekker. En vanuit die periode zijn we gegroeid naar waar we nu zijn met deze stand. Ja. Achteraf kunnen we zeggen dat het een heel groot succes is geworden, hè, de bank. Vertel eens iets over de invulling van de bank. De invulling van de bank is interessant voor shoppingcenternieuws, denk ik. Want in de plint hebben we een aantal mooie huurders kunnen vinden. Zoals Markt was toch een van de eerste huurders. Een derde locatie die ze daadwerkelijk gingen aanhuren. We hebben daar de Starbucks. Wat eigenlijk een hele mooie Starbucks is geweest. De mooiste, of is geworden, de mooiste van Europa. Met ook hun lab, koffielab erin. Waar ze dingen proberen en... En waar ze eigenlijk nog met de hand koffie zetten, terwijl bij alle andere Starbucks automaten zijn. Dus het is echt een uniek concept. Ja. Nou, Vapiano, die een restaurant is begonnen in de kelder -2, moet je voorstellen. 8-9 meter onder de grond zit je daar bij Vapiano. Nou, ik was recent nog met mijn kinderen, met de familie. Maar het is daar zo druk. Het is echt een ongelooflijk succes geworden. Wagamama, wat iedereen waarschijnlijk wel kent, de noodlebar. Ook een heel mooi concept. En de Ajax Experience. En daarmee hebben we eigenlijk de hele plint ingevuld. En recent hebben we ook de laatste kantoorruimtes verhuurd aan Booking.com. Die nu in totaal 18.000 meter kantoorruimte huurt. Ja. Nu heb ik wel eens eerder van jou een rondleiding gehad op de bank. Toen was er ook sprake van dat jullie actief bemoeiden met het buitengebied. Om daar een kwaliteitsverbetering te bereiken. Is dat gelukt? Ja, dat denk ik wel. Ik weet niet of je recent nog op het Rembrandtplein bent geweest. Nee, maar dat ziet er zoveel beter uit. En dat is wel uit een initiatief, niet alleen van ons, maar ook van de andere vastgoedeigenaren. Ik denk dat wij wel een voortrekkersrol daarin hebben gespeeld. Maar de andere vastgoedeigenaren en de ondernemers hebben daar de schouders onder het plan gezet. Niet alleen om het plan of het plein te renoveren, maar uiteindelijk ook om het onderhoud daar op een hoog niveau te houden. Het is gewoon heel en veilig. Daar dragen de ondernemers en de vastgoedeigenaren aan bij. Om dat op een hoog niveau te houden. Nou, tot zover de update van Kronenberg. Ja. De Kronenberg Groep, voluit. Dankjewel, Paul.